La va a recoger Fischberger, perdón. Jugando Kroll ahora en el centro del campo para Arihan. Este abriendo hacia la parte derecha donde juega ya Surbier. Ha cedido a Johan Cruyff. Johan Cruyff que ha conseguido salir de ese primer regate, abriendo de nuevo hacia la parte derecha con Surbier. Surbier que saca al centro, el remate de cabeza y el primer tanto del partido. Acaba de marcar Rep para Holanda. Acaba de llegar el primer gol en este encuentro, el primero de la participación holandesa en la fase final del campeonato 74 ante Uruguay. Se adelanta y está dando muchas facilidades. Vimos el número de pases que jugó Holanda dentro del área de penalti de Uruguay, una cosa absolutamente inusual. Ha vuelto a recuperar de nuevo la línea de tres cuartos. Hola, Surbier, Parvan Hanegen, que puede disparar, prefiere el pase hacia Red. Este el centro, el remate y el segundo tanto del partido. Marcó ahí Johnny Red el segundo gol del encuentro tras el centro efectuado por Resenbrink. Había sido la jugada de Van Hanegen que amagó el disparo, buscó la posición en la parte izquierda de Resenbrink, el centro y Red ya a puerta vacía. Solo tuvo que empujar el balón. Bastante bien. Pues sí, porque era una infracción dentro del área. Entendió el árbitro como obstrucción y por tanto será en libre indirecto dentro del área. Ya sacado hacia el punto de penalti, despejó Vasiliev y llega el tercer tanto del partido. En el rechace no perdonó Red y Johnny Red acaba de hacer el tercero en este encuentro. Maravilloso el jugador holandés que enganchó de volea superando a Stoichkov. Y ya llega prácticamente la puntilla en este partido, si no estaba totalmente decidido ya el encuentro. Rep aprovechó muy bien el despeje de Vasiliev para de primero, con muy buena colocación, con gran tranquilidad, sin ningún tipo de complicación. Ruud Kroll que abre para Resenbrink una vez más. Atención a ese remate, llega el cuarto tanto. Ahora sí, De Jong ha podido hacer el gol para su selección, el 4-1, que sube al marcador, llegando desde atrás, uno más, tras ese centro, al final, de Johan Cruyff, desde sí, la parte izquierda. Sí, me equivoqué, no fue Resenbrink, sino Johan Cruyff, que recibe este balón de Arihan. Cruyff, con su visión extraordinaria, ve el desmarque. Resenbrink van Aarde. Dat kan ik wel niet zo ver weg was. Maar hij krijgt zelf het bal korter. Janssen zoekt op. Kan het wel niet. Kroll. Rutro. 2-0. Rutro. 24e minuut. Nederland staat al op 2-0. En waar werkt de herhaling om het toch eens even te zien? Daar komt die herhaling. Hier is de hoekschop van Wim Jansen. Daar die is alweer van Carnavali. En daar komt Kroll. Kruip. Haan. Kroll. Kruip. Weer van Aardig en komt in. Johnny Rep is er ook al met het hoofd en het scoort. Ja hoor, doelpunt. Johnny Rep. Hier op deze paas. Van Johan Cruijff. En dan is het van Aardig en eerst. En het is Rep die uiteindelijk scoort. Sterk op zulke momenten, zeker met het hoofd. Deze Johnny Rep. En ook hij draait compleet mee in dit wereldkampioenschap. Van Hanegem. Wim Jansen en Wim van Hanegem. Carnavali ligt daar. En, oh, wat een doelpunt, zeg.
Wat een schitterende goal. Hier gaat Wim van Aardigen. Daar komt de combinatie met Lilian. Daar gaat Wim van Aardigen. Daar is Carnavalli. En daar aan de zijlijn was Johan Kruijs. En die scoort. 8 minutes into the game. Jogger. That's a great one off the line. On Rensenbrink. And that's a goal. For 13 Neskens. 1-0 Holland. Well, that was a little unlucky on the East Germans. The first shot. Banged off the line, but it was a bit panic stations afterwards. Neskens in. 9 minutes into the game. 1-0 Holland. You can see now. There's the first one. Beautifully off the line. Stretch wide, charged away, and as he fell, Neskens. Beautiful bit of work here by Rep now. For Johnny Rep. Rensenbrink gets it. 2-0. 2-0 to Holland. Rensenbrink, 14 minutes into the half, and that brings the excitement alive on the bench. It was a great run by the Dutch player who pushed the ball into Neskens, who in turn held the ball, played it back square, and you see that Van Henneken came in to finish with a tremendous shot. En nu krijgt Jorginho een tegen. Dat is misschien een kans via Neskens en Cruijff. Neskens in het centrum. Cruijff, dat geeft de paas. En hij scoort! Hij scoort, Johan Neskens! Schitterend gedaan. Met de punt van de schoen. Een hele kromme voorzet van Cruijff. 5 minuten in de tweede helft. En Michels de man, die zelden lacht, die moet nu ook wel de tanden van elkaar halen. Dat is de paas van Neskens. Dit is Johan Cruijff en daar komt de kromme voorzet en Neskens glijdt er naartoe. En met de punt van de schoen werkt hij de bal over Leao heen. 1-0 Nederland. Rijsbergen. In minder dan geen tijd uitgegroeid tot een volwaardig international. Rensenbrink stuurt daar Krol op links weg. Dan komt de voorzet en is Cruijff is goal! Het is goal! 2-0! Wat een juweel van een doelpunt. Van Rensenbrink naar Krol. Van Krol voor, precies op maat. En Cruijff die schitterend scoort. En het is 2-0 in de 20e minuut van de tweede helft. Daar komt hij. Dat is Krol. Dit is Rensenbrink. U ziet Krol eruit uw beeld gaan, maar hij komt weer snel terug. En levert nu een meesterlijke voorzet af. Waarop Cruijff, daar is hij, precies op tijd. Schitterend scoort, volstrekt onhoud.